Welkom bij Dynamo Medic Shop, product update 110. Zo is het. Ja, we zijn er weer. Maand geleden. En enkele updates geleden, volgens mij update 106 of 7, hadden we een hele mooie truc genaamd Copper Silver Brass. Nu hebben we de 2.0. Laten we zo zeggen, ja. Dit is eigenlijk de mooiste uitvoering die we nog gezien hebben. Je ziet dan aan de verpakking, die is ook heel mooi. Die vorige was niet zo mooi. Wat is het idee? We laten het nog een keer even zien. 3 munten. Koper noem het eventjes. Zilver. En dit is brass, oftewel messing. Wij noemen dollar het size. Chinese munt. Ja, het zijn allemaal grote munten. Copper, zilver, brass. Copper, zilver, brass. Nou, stel voor dat ik deze munt op mijn hand zou leggen. Zoiets. Ik haal er eentje uit. Bijvoorbeeld zilver. Leg hem even neer. Wat blijft er over? Oeh, dat is wel moeilijk hoor. Maar 3 munten. Koper, zilver en Chinees. En we halen de zilver eruit. Dan hebben we er nog 2 maand. Ja, precies. De Chinees. Ja, precies. Heel duidelijk. Dus we hebben dus... Dat is het idee nog. Zilver, koper, Chinees. Ik haal er nu 2 uit. Geen idee wat ik pak. Ah. Oké. Koper en Chinees. Wat blijft er over? Zilver. Dan mag het in je zak, maar zet het eerst niet zo handig. Zilver. Heel goed. Het is geen hogere wiskunde. Het is inderdaad gewoon precies wat het is. Dus, voor het idee. Zilver, koper, Chinees. Ik haal er eentje uit. In dit geval zilver. Ik ga het in mijn hand. Wat blijft er over? De Chinees en koper. Dat zou je denken, maar het is inderdaad de zilveren die overblijven, zou dan kunnen doen. Zilver, koper, Chinees. Ik ga er eentje uithalen, in dit geval zilver, zie. Wat blijft koper over? En... Ja, dat is wel zilver en hier heb je weer koper en Chinees. Nog één keer, ik zal het idee. Ik haal er eentje uit, de zilveren munt. Ja. Ik leg hem echt hier neer, dat ik er niet aan kan komen ook. Wat blijft over? Ja, de Chinees en de koper. Zou je denken, maar het is echt dit. Want hier liggen nu deze 2 munten. Nou, dit is schitterend gemaakt. De verpakking zie je ook is echt gewoon keurig zoals je dat gewend bent van Bluetooth Magic. Prachtige muntenset, mooi formaat, mooi geluid ook. Vinden we ook belangrijk vaak bij muntentrucs dat het er mooi uitziet. En het is ook zo dat mensen deze truc in de winkel zien en zeggen ze ook, wauw, ook het compleet plaatje is mooi. En dat is gewoon wat je eigenlijk wil. Professioneel product voor een goede prijs, €69 kost die. Copper Silver Brass, oftewel CSB afgekort. Van Bluetooth Magic. Wat ontvang je erbij? Je ontvangt een online instructievideo met deze munten. Dus er zijn nog veel meer routines mogelijk. Karl-Heijn heeft routines ermee gemaakt. Mark de Meester heeft routines ermee gemaakt. Dus er zijn diverse DVD's. Ja, er zijn heel veel DVD's of online media beschikbaar waarop je nog veel meer routines leert. Met deze set. Want Leon kan ook een hele mooie routine. Die doet hij voor Mark Mason altijd. Ja, Orient Express, die routine doe ik zelf altijd. Juist. Leon zal ik hem laten zien. Ik zeg nou, we kunnen hem laten zien. Maar dan koopt iedereen de set en zegt, hoe moet ik het doen? Want die instructie zit er niet bij. Maar voor meer informatie kun je altijd even... Bij mij terecht. Ja, bij Leon terecht. Koppel... Sorry, zilver. Nou. Koppel zilver brass. Dus als ik die 3 nou in deze hand doe. Ja. Heb je alle 3 in je hand? Nee, die heb ik hier. Oké. Okay. Stel nou voor, je zit op onze website en je scrollt en denkt, wat zal ik kopen? Zal ik die kopen of die kopen? Die is ook wel leuk. Of zal ik die kopen? Wij hebben de oplossing gevonden. Je kunt ze ook allebei kopen. Ja, we hebben de oplossing. Ik zal laten zien. Waarom koop je niet dit? Dat is nieuw voor mij. Sorry, nee. Ik plak ze op de grond hier. Het is geen 100 miljoen. Geen 100 euro erin zit, maar. En you. Kijk even. Oh, daar waren sleuteltjes. Een hele grote set vol met. Ik ga hem weer opzetten. Heel veel vocal trucs erin. Zo. Dat is geld. Cups en balls. Verdwijnen bamboe. Je hebt bol en vees. Doosje wat niet open kan. Water naar zout. Dobbelsteenvoorspelling. Ik moet even gokken wat het is allemaal hier zo. Verdwijnende doekje, verdwijnende sigaret. Nou, we hebben het allemaal bij elkaar. Heel veel trucs. Best of boxes. Allemaal leuke dingen losverkopen hier. Je ziet een strupper deck, je ziet een Van Gali deck. Dit zal een rainbow deck zijn, gok ik. Squeeze dice. En nog veel en veel meer. Nekkraker. Ja. In een mooie koffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maal 3. 21 trucs. Nou, zo'n trucje kost gemiddeld 5 euro bij ons, denk ik. Als je ze los zou kopen. Deze set kost €75 in de koffer. En het mooie is dat ze zijn
allemaal wel bridge formaat, maar net als deze volgens mij is iets breder niet. Het vakje. Dan kunnen we ook nog pokerformaat kaarten. Er zijn zelfs mensen die dit als een close-up koffer gebruiken. Als je het allemaal eruit haalt en je daar je spulletjes in legt. Kun je het ook zelf weten. Eigenlijk is hier al het geld voor waard, vind ik. ja, dat snap ik. Dit heet The Greatest Magic Show. En deze hele set kost dus €75. Kregen we gisteren toevallig weer binnen. Dus ik dacht, eigenlijk moet ik hem even laten zien. Ja, met Sinterklaas die het aankomt en de kerst vind ik het absoluut een mooie set. Pas door de schoorsteen, dus dat koffer, is zo fijn. Ja, en in je schoen ook, als je een hele grote schoen hebt. Hele mooie truc. Nou, mooie truc, mooie set. Dus als je twijfelt, waarschijnlijk is dit de oplossing. Socks. Eén van de meest verkopende dingetjes van de laatste maanden. Moet ik erbij zeggen maanden, want hij was volgens mij ook 2 maanden niet leverbaar of zoiets. Ja, 1,5 maand. Ja. We hebben ze sinds een paar weken, 2-3 weken weer volop op voorraad. We hadden willen voorbereiden. Is niet gelukt, gewoon een weken tijd. Maar ook omdat je, zullen we zo meteen uitleggen, het niet heel handig is hier. Het zou wel kunnen, maar en misschien niet heel eerlijk, want dan denk je dat wij iets afgesproken hebben. Wat is het idee? Nou, je hebt allemaal kaarten met sokken erop. En uiteindelijk... Ja, laat zien, allemaal verschillende zijn. Ja. Twee stapeltjes, je draait eigenlijk... Steeds 2 kaarten om en je ziet dat ze niet matchen. De toeschouwer mag ergens stop zeggen, die kaarten worden opzij gelegd. En uiteindelijk zijn dat de kaarten die de toeschouwer gekozen heeft. En die matchen dan met de sokken die de goochelaar aan heeft. Ja, dus heb je een linker en een rechterkaart. Ja. Ik zal het laten zien, ik kan het uitgeven. Open. Kijk, je hebt echt allemaal verschillende sokken. Zie je? Ja. Dat is een beetje het idee. En dan... En uiteindelijk match je dan ook alle... Ja, de toeschouwer kiest er bijvoorbeeld 2 voor het idee. En dan heb je het juiste gepakt. Ja. Eigenlijk is het gebaseerd op een truc van de oude Colombini, of niet? Dat durf ik niet te zeggen. Dan trek je je broekspijp omhoog. En dan heb je dus de betreffende sokken aan. Maar dan, want die stapeltjes waren allemaal... sokken die niet met elkaar matchen, allemaal willekeurige sokken. En dan plotseling pak je stapeltjes opnieuw, die liggen steeds op tafel en dan ga je ze allemaal door. En het enige grappige is, je hebt dit gekozen. En dan blijkt dat alle setjes die er lagen, plotseling matchen. Dus dat zijn allemaal wel setjes. Een heel ik denk commercieel interessante truc. Wat betekent commercieel? Dat het heel algemeen te gebruiken is, zeg maar, voor allerlei toepassingen. En goed gemaakt, 2 sets kaarten uiteraard. Je hebt 2 sets kaarten waar mensen uit kiezen. Goed gemaakt, van Vanishing Ink, dus dat is ook qua kwaliteit goed. Online video instructies, compleet met de sokken. One size fits all, zoals ze dat wel zeggen. Oftewel, 1 maat, ik heb 45. Ik heb het getest met een set, want iemand zei, ze passen niet. Ik zeg, nou, geloof me, het past. Anders ze passen niet, het past mij. Dus het past je ook als je maat 38 hebt, maar het past ook als je maat 46 hebt. Socks. Socks kost €44,95. Helemaal compleet. Dus in principe, als je dit aanschaft, heb je verder niks meer nodig. Je hebt alles wat je nodig hebt voor deze truc. Doen we later. Of doe het nu. We doen het nu. Socks. Aanradertje. Aanradertje. Kijk hoor, het spel. Kaarten, ik zou jou willen vragen om ergens, even kijken hoor. Spel kaarten, het is niet helemaal compleet meer, dat komt dat we hier in de winkel even snel gepakt hebben. Dat maakt niet heel veel uit. Mag je ergens stop zeggen bij jezelf wel? Stop. Zeker? Ja. Helemaal zeker? Ja. Oké, okay. Jij kiest de... Klaverkoning. Ja. Klaverkoning, oké. Okay. Klaverkoning, ik heb hier nog een... visitekaartje, check ook eventjes. Ik heb hier nog een... Dynamite Magic Shop. Bang, dat is een goochelwinkel in het zuiden van Nederland. Oh ja, staat hier Welde ook, ja. Ja. Ooit van Loos. Daar kun ik niet. Stel nou voor dat je die speelkaart pakt. Je pakt een visitekaartje. En je pakt bijvoorbeeld een Bang Biljet. Dan heb je nog een kaartendoosje. Dan kan je bijvoorbeeld die 2 op elkaar laten... balanceren. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik pak een
Maar mojet zet ik daar ook nog zo bovenop. Of je zegt, ik pak een kaartendoosje, zet ik daar ook nog bovenop. Zie je, dan heb je eigenlijk een soort van onmogelijke constructie, zie. En op het moment dat je wil, valt alles ook weer uit elkaar. Dan heb je enkel nog een kaart, een visitekaartje, een kaartendoosje en een bankbiljet. Mooi, mooi, mooi. Dit is... Stasis. Stasis. Van de twee broers. Bij Jambor, uitgebracht door The Other Brothers. The Other Brothers. Die, ja. Ja, vind ik ook een leuk ding. Je krijgt twee speciale gimmicks. Ik heb er nu één gebruikt, want ik koos ervoor om de kaart gimmick te gebruiken. Je hebt ook een bankpas gimmick. Ja, ja. Is het moeilijk? Nee. Nee. De uitleg wordt ook nog uitgelegd hoe je zelf eventueel het geheim iets kunt maken. Ja, als zodat je zegt, met andere dingen kunt doen. Ja, andere dingen, of dat je er wilde meer maken of wat dan ook. Okay, dat leren ze inderdaad ook nog allemaal, hè? Ja. Dat je eigenlijk alle mogelijkheden hebt. En je kan het, ja, rondom wil ik niet zeggen, maar het kan nagenoeg rondom. Je kan zelfs echt, de toeschouwer kan zelfs de kaart vasthouden. Ja, dat is wel iets aangepast, maar je kan inderdaad met de toeschouwer die de kaart ook nog vasthouden. Oh, Stasis kost trouwens, help, €59,95 van die Other Brothers. Ja. Dus makkelijk te doen. En de kaart en het andere kaartje en het bankbiljet en het doosje zitten niet met magneten aan elkaar vastgeplakt. Dat je dat moet denken, dat is niet zo. Ja. Ik heb hier een envelop, René. Ik zie het. En hierin heb ik 4 kaarten. Ja. 1 daarvan. Ja. Die heb ik omgedraaid. Ja. Hierin zitten. Oké. Okay. Maar het zijn allemaal vrouwen. Ja. Maar ik ga niet zeggen welke. Platte vrouwen die in een envelop passen. Ja, okay. Ja. Jammer. Hier. Jammer. Ja. Ik wil je vragen, er zijn zwarte vrouwen en er zijn rode vrouwen. Ja. Welke kies je? Die kiest die gebruik je ook? Nou, ik ga voor een rode vrouw. Dat is altijd al een wens geweest. Op helemaal weg. Dan hebben we een ruitenvrouw en een hartenvrouw. Ja. Welke kies je? Ik kies een hartenvrouw. De hartenvrouw? Ja. Ik heb hier namelijk in deze envelop een voorspelling. En dan zit 1 kaart omgedraaid en dan een hartenvrouw. Maar ben je vergeten 1 dingetje te vertellen? Die hartenvrouw die had ik namelijk ook nog uit een... ander kaartspel gehaald. Ja. Mooie truc. Dat wou ik zeggen. Makkelijk te doen. Ja. Er zit geen vrouw meer in. Nee. Oké. Okay. Het lijkt op B-Wave, maar het is het niet. Het lijkt op Twisted Sisters, maar het is het ook niet. En het toffe is eigenlijk, voor de mensen die B-Wave kennen, je hoeft niet te forceren. Nee. Dan zeg je, hè? Nee, dat hoeft niet. Mensen mogen alles kiezen. Dit heet de Dream Queen. We hadden het vroeger ook in het klein. En dit is de Jumbo versie voor een belachelijk bedrag, vind ik. Ja. Toch? €9,50. Compleet, met de uitleg, in het Nederlands zelfs. Envelopje. Enveloppen wij, ja. Grote kaarten erbij. Moeilijkheidsgraad. Yo, want ik kan het ook, dus dat is niet zo moeilijk. Je zegt het zelf, maar ik denk dat jij ook al moeilijke dingen kan. We hebben wel vaker gezien, sorry, nou. We hebben wel vaker gezien zelfs dat jij moeilijke dingen kan. Dan kom bij een Halloween eraan. Nou zie ik hier een of ander apparaat staan waarvan ik denk, nou, dat lijkt wel op een Halloween apparaat. Bloed. Maar maak je het. Oké. Een houten kastje, 1 mes. En een arm. En een arm. Ja, doedeloe, doedeloe, doedeloe. Dit gaat dus van boven naar beneden. Andere kant ook trouwens. Maakt niet uit. 1 geruststelling. René gaat zijn arm er niet insteken. Want... Die hem dan droog noemen. Claudia! Claudia is er niet. Ja, maar je. Koen! Ja, maar geen flauwkeel. Hier kun je trouwens ook iets aan doen, trouwens. Ja, dan kun je een wortel stoppen en dan kun je eerst echt zo helemaal snijden die door. Dat gaan we niet doen. Ik zou zeggen, stop je arm erin, anders doe ik het door. Nou, niet uit. Yes. Geen paniek, ik weet wat ik doe. Ik heb de gebruikswijzing niet gelezen, maar ik gok dat ik weet wat ik doe. Oké, je weet zeker? Jazeker. Ik moet even denken hoor, hoe ging het ook alweer? Als je. Je hoeft niet een doek neer te leggen nog. Ja, ik denk iets voor het. Misschien dat het beter is voor. Pikketje. Weet me nooit, hè? Zullen we hem vasthangen? Ja.
Ik moet voorbereid zijn, even kijken. 3, 2, 1. Wah! Oh. Het doet nog. Ja. Haal je arm eens uit. Nou. En dat was. Ezels. Oké. Dit is de handguillotine. Gemaakt van hout. Lichtgewicht houdt wel. Het is geen zware guillotine. Het kost €89. Ja. Een eenvoudig apparaat. Ben er voorzichtig mee. Mooi houtsnijwerkje bovenin. Ja. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Ik vind het een chicere versie van de guillotine die we al hebben. Moeilijk is ze niet. Moeilijk is ze niet. De enige moeilijk is misschien iemand die te vinden om die de hand erdoor doet. Ja. Tip. Zoek eerst je toeschouwer en laat daarna de truc zien. Niet andersom. Ja. Niet, ik heb hier een guillotine en ik zoek een vrijwilliger die zijn armen door wil steken. Wil je vergeten? De truc is nooit misgegaan, dat is ook de eerste keer dat je hem doet. Precies. Ja. Arm guillotine, €89. Mooi, mooi, mooi. Okidoki, hebben wij nog iets? Het spelkaarten. En wat voor een? Een hele mooie. Kopak. Kopakkaarten. Slimline. Vertellen we zo meteen over, vertellen we het over, ja. René. Dat ben ik. Zou je ergens stop willen zeggen waar je zelf wil? Stop willen zeggen waar ik zelf wil? Ja, mag je hem even onthouden. Laat ook een van de camera's in. Oh. Mooie kaart. Even, mag jij hem trouwens ook zien? Ja, ja, maakt niet uit. Even naar mijn lievelingskaarten. Misschien wel van meer goochelaars. Die kaart willen verzamelen. Niet de kaart willen verzamelen, maar er zijn net vaak wel mooie kaarten. Zou je dan een keer ergens stop willen zeggen, René? Ergens stop. Ja, dan mag je hem ook even bekijken. Ja. Ja. Doen we deze even weg. Oh nee, die hebben we nog nodig. Ik heb hier een schoppen aas. Yes. Heb jij hier toevallig een sharpie liggen? Ik heb hier veel liggen, maar... Geen sharpie? Geen... Ik had er hier wel een liggen, denk ik. Sharpie? Even kijken. Kijk. Ah, sharpie, sorry. Ja. Zou je daar iets op willen schrijven? Iets. Ja, zou je er iets op willen schrijven, zeg jij? Dan hebben we hier een harte 4. Dat ik een vraag om. Normaal heb ik een tweede toeschouwer, maar die heb ik nu niet. Uh-huh. Zou je ook iets op de harte 4 willen schrijven? Ook. Of nog iets? Nog iets. Flauw, maar goed, we gaan niet uit. Iets en ook iets. Ja, en mag je hand erbovenop leggen? Als een soort strijkijzer. Yes. Het duurt 10 minuutjes ongeveer. Oké. Okay. We zetten muziekje op nu, gedurende 10 minuten. Kun je relaxen. Ja, we doen even de snelle versie. Oh, kijk eens wat er is gebeurd. Ook iets. Ja, er is iets gebeurd. Kijk maar. Iets. Dat is één... Ze zijn niet vastgeplakt ook niet. Nee, ze zijn niet vastgeplakt. Dat is echt één kaart ge... Ja, het zijn twee kaarten, maar dat is één, ja, één kaart. Okay. Ik heb niet heel veel geoefend. Nee. Eigenlijk moet je hem anders doen. Ja. Dat is nog mooier, maar... Ja. Ik kan nou moeilijk afleiden voor een camera. Als, dus makkelijk te doen. Ik heb ook nog zelf ideeën hoe je het ook anders zou kunnen doen nog. Ja. Maar dit is hoe het er ongeveer uit zou moeten zien. Ja, als goochelaar zijnde weet je wel dat er een verschil is tussen TV magic en echt magic. Dat wil zeggen, op een camera kunnen wij je niet afleiden. Kan dat niet? Nou, dat is heel moeilijk, laat ik het zo zeggen. Want ik kan wel zeggen, kijk daar, maar je ziet het hele scherm, blijf jij in beeld houden. Je kunt zo'n storing erin laten. Ja, dat zou kunnen. Hè? En waar je normaal iemand afleidt, omdat je zegt, oké, ik heb hier een balletje en je pakt iets uit je zak met je andere hand wat niemand ziet, moeten wij het op een andere manier doen. De act voor je toeschouwers is dus iets anders, maar wel hetzelfde idee, maar is alles openlijk. Ja, wat hij doet, hij zoekt hier een sharpie, heeft hij niet. Ja, sharpie is een zak, maar we kunnen niet en dan uit pak, zak. Maar dat kun je moeilijk zetten doen, dus ik heb het even zo gedaan. Maar dat is een beetje het idee hoe het gaat. Ja, maar het is wel mooi. Ja. En het heet, het ding? Together Forever. Van Steve Cook? Van, zou kunnen. Andere kant, je had heel goed op volgens mij. Steve Gore. Steve Gore, oh ja, Steve Cook zit het boek uit waar. Gore, sorry, oké. Okay. Mooi. En je krijgt een hele set, een heel aantal van deze gimmicks. Ja. 28 stuks. Met de instructievideo. Ja. Voor €24,99. Voor de mensen die het kopen. Je gaat naar de website die achter mijn doosje staat. En de code staat op het lipje. Ah, dat hebben we wel eens aan mensen gevraagd. Waar is de instructiecode?
Die zit op een lipje. Dus je krijgt heel veel van deze gimmicks. Ja. Oké, we moesten even een kleine knip maken, want de accu van de camera hierboven, ik weet niet wat er was, maar die viel niet compleet uit. Dus we moesten even knippen. Even terug oppakken. We hadden het over Together Forever. Ja. En dat hij gebruik maakte van Copag kaarten. Nou, Copag wordt geproduceerd door Cartemonie. Cartemonie is de kaartenfabriek in België. Ja. Het zijn Copag kaarten, mooie kaarten. En dit is de nieuwe Slimline Finish serie Copag kaart. Wat wil dat zeggen? Een paar jaar geleden is een samenwerking met goochelaars, kaartspelers, allemaal mensen die met kaarten, speelkaarten werken, de lijn Copag opgezet. Naar wens van hun, we willen dit, we willen dat, we willen dit. Mm-hmm. Dat het zo glad is, we willen dat het zo dik is, we willen dat dat ermee kan. Toen hadden ze de B9 Finish, hè? Zo wordt die genoemd. Dat is deze. Dit is de B9 Finish. Dit is de Slimline, toch? Oh, B9, ja, B9. Dat is de afwerking ervan, dat er een linnen structuur is, net als de bicycle. En toch werd er na een paar jaar gezegd, ja, eigenlijk hadden ze net iets dunner moeten zijn, dat ze net iets meer flexibel waren. Dus hij heeft Copag gezegd, we gaan de Slimline versie uitbrengen. Dus dezelfde kaarten, alleen net ietsje dunner, scheelt 5-6 kaarten op een pakje. En dan is het de Slimline finish geworden. Ook hele gladde kaarten zoals je ziet, mooie achterkant. Ja, voorkanten ook mooi. Kijk, het is geen bicycle, maar het lijkt wel een bicycle, het is echt een eigen design. Copag. Met een dubbel bekker erbij. Een spelletje Copag kost €3,99. Ja. Together Forever hadden we geloof ik al gezegd, maar €24,99. We hebben ook alle Gav decks. We hebben echt een Gav deck. Dat wil zeggen, gekke kaarten erin. Ja. Rug. Van alles erin zit. Ja, ja. Staat ook op de website wat er precies in zit. Maar we hebben ook bijvoorbeeld Blank Backs, Blank Face. Ja. Dat zit er ook allemaal. Dus vind je allemaal terug op de website. En we hebben de gemerkte versie van dit spel. Overigens alle speciale decks, Gav decks, allemaal €6,99. De dag 7,99. Oké, check even de website. Ja, het kan 7,99 zijn. We doen het even uit ons hoofd. We hebben inderdaad Van Gali en Stripper. Ja. Ook, die zijn ook van Copag verkrijgbaar. Maar check het even. Speelkaarten. We gaan naar de categorie speelkaarten. En dan klik je op Copag en dan zie je alles wat we daarvan hebben. Met alle prijzen erbij. Goede kwaliteit kaarten. Dus het volledige assortiment kun je bij ons nu vinden. En zoals je ziet zijn er mensen die daar trucs mee hebben laten maken. Dat er nog wel meer komen, hoor. Maar... Copag, ja. Oké. Heb jij nog iets liggen? Jazeker. Portemonnee. Portemonnee, altijd goed. Hierin heb ik één kaartje. Ja. Met een tijd erop. Ja. Dan wil ik je vragen om een tijd te noemen op een heel uur. Dus bijvoorbeeld 2 of 3 uur, een tijd. Een heel uur bedoel je. 7 uur. 7 uur? Ja. Even voor de duidelijkheid, we hebben niks afgesproken. Nee. Ik heb hier één kaartje. Ja. Ik zal hem even hier neerleggen. Uh-huh. Ik zal even laten zien dat hij verder leeg is. Ja, dat is niks in. Empty. Wat was de tijd die je noemde, sorry? 7 uur. 7 uur. Ja. 7 uur. Oké, ik ken deze trucje verkocht al heel lang. Dit heet namelijk Time Warp. Frozen in Time, als je dat kent, kan je ook een heel uur noemen en dan staat de tijd erop. Dit is hetzelfde idee, maar dan mogen mensen het allemaal checken. En de keuze is volledig willekeurig. Echt stevige kunststof kaarten. Kost €60. Maar, ja, dit kost €60. Fantastische routine. Maar stel nou voor, want deze portefeuille kun je in principe veel meer mee. Ik heb namelijk deze hier voorbereid. Sorry voor de kleine knip, we moesten eventjes. En daarin zit ook een voorspelling. Zou jij een willekeurige kaart uit het kaartspel willen noemen? Mag alles, pak even niet de joker, die pak je heel veel mensen. Willekeurig, maakt echt niet uit. Dan pak ik mijn lievelingskaart, schoppen 8. Schoppen 8. Ja. Schoppen 8. In deze portefeuille heb ik namelijk 1 envelopje zitten. Dan zeggen mensen, ho, zeker 1 envelopje. Ja, 1 envelopje, kijk, er zit wel nog geld in. Verder, voor de rest zit hier niks in. En jij zei de
Schop 8. Schop 8. En hierin zit de... Jammer. Schop 9. Ja. Eentje erlangs, hè? Ja, zo zullen we het bekijken. Ja, eigenlijk eentje langs niet. Ja, daarom heb ik het erop gezet. Ik zit eentje langs. Ta-da-da. Wat is dit? Dit is eigenlijk het Colossal Killer effect. Waarbij... Soms de kaart matcht. Had jij schoppen 9 genoemd, zei ik even. Was het schoppen 9 geweest, maar als het schoppen 8 zit je er één langs. Nou, dat heeft gewoon te maken met de beperkingen van je portefeuille. Mensen mogen elke kaart noemen en het kan dus altijd. Nou, waarom hebben we dit nu achter elkaar laten zien? Time Warp, €60. Dan krijg je deze portefeuille met alle klokkaartjes die je nodig hebt. Er zijn er meerdere. Oh, had ik niet moeten zeggen. Er zijn er meerdere. Je kan extra de killer option erbij kopen. En de killer option, dan krijg je envelopjes, instructies en stickers om je portefeuille om te toveren tot een Colossal Killer wallet. Maar in het Nederlands ook dan? In het Nederlands, met eentje ernaast stickers. Oder voor onze Duitse kunden hebben we ook Duitse of Kleber. Ja, dat hebben we ook. En voor €19 kun je dus als optie dit ook bij doen. Dat is een gave optie. Dus, of je blijft bij de tijd, of je doet deze dingen. De dingen zijn niet los te kopen officieel. Dan moet je even contact met ons opnemen als je zegt, ik wil alleen maar die killer option. Moet je even kijken, kan, kunnen we ook al regelen, maar dit is in principe niet los te kopen. Dus, ja, mooi effect. Ja. Mooie, echt lederen portefeuille. Goed gemaakt. Stop deze even terug. Dat is wel handig. Zo. En de portefeuille is sowieso super handig voor allerlei effecten waarbij je eigenlijk zo'n multiple out wil hebben. Want je krijgt hier echt gewoon... ja, eigenlijk wel 20 opties als je wil. Time Warp en de Killer Option. Volgens mij zijn we er doorheen niet. Yes, yes. Ik heb hier nog wel iets geks liggen. Dat is een hulsje. En ik heb hier ook een schijfje liggen, zeg maar. Dat schijfje past precies... hierin, zeg maar. Kon er wel voor gemaakt zijn, hè? Kon er voor gemaakt zijn, inderdaad. Zie. Maar je kan het ook weer zo netjes terug in plaatsen. En wat gebeurt er dan? Als je dan in je vingers knipt, dan zul je zien, ik zal hier uithalen, is beter, dat je grijze plaatje helemaal groot geworden is. Nou hebben we er nog eentje. Mag ik heel even? Ja, check maar. Zeg maar. Oh. Ik heb er nog eentje. Ik ga het hier ook in. Zo. Hop. Zip. Helemaal in de frame. Zo. Hij is echt grijs, zeg maar. Hij gaat zo weer. Kan ik ook een kleur aanwijzen, bijvoorbeeld? Ik zie dat als een schijf. Met zo'n lampje, weet je wel. Met zo'n led. Ja, die Philips pep-lamp. Als ik nou bijvoorbeeld geel aanklik dan. Dan kun je bijvoorbeeld. Dat meen je niet. Een gele schijf maken aan beide zijden helemaal geel. Of we hebben nog een schijfje. Zie. Ik kan hier ook zo helemaal zo in. Dus voor het idee. Blauw. Kunnen we natuurlijk ook proberen blauw. Is een goed idee, blauw? Blauw. Oh, blauw. Ja, ik heb een dikke vingers. Ja. En dan halen we eruit. En dan hebben wij één blauw plaatje aan beide zijden. Blauw. En het mooie is, het hoesje is uiteraard helemaal leeg. En dit ding heet de Color Changing Mini Disc. Kost ook niet veel. €9,50. Dus ja, mooi. Je moet er even mee spelen wel. Even mee oefenen dat je er handig in wordt. Maar het is niet schokkend moeilijk. Mooi. Compleet met video instructie voor €9,50. Ja, een beetje voor ons idee een rommelige update. We weten niet hoe het eruit gaat zien zo meteen als hij klaar is. Er komt ook dat de camera en allerlei gekke dingen. Maar volgens mij zijn we niks vergeten wel. Nee. Dit jaar dus geen Sinterklaas update. Pas op de Piet is ook niet langs geweest. Die hebben ook wel eens gehad dat hij langskwam. Overigens voor alle Halloween trucs. Halloween komt eraan. We hebben een categorie Halloween trucs op de website. Check daar even als je meer informatie wil. Kan een mooie Halloween truc binnen? Ja, vandaag, maar die is waarschijnlijk al, die komt van Hoek bij Eric Ross, maar ik denk dat die al uitverkocht is op het moment dat we hem op de site zetten, want er zijn heel veel reserveringen en we hebben er niet genoeg gekregen. Daarnaast, Sinterklaas, ik heb ook een categorie,
als jij hulppiet bent of je gaat optreden rond Sinterklaas. We hebben allerlei ideeën daarop staan voor Sinterklaas. Je bent altijd welkom in onze winkel. Daar kun je ook heel veel dingetjes zien. Kunnen wij je ook heel veel dingetjes laten zien nog op dat gebied. Want we weten wat de beperkingen kunnen zijn. Als Zwarte Piet zijnde of Sinterklaas zijnde. Dus we kunnen je daar prima mee helpen. Ja, voor de rest even geen nieuws. Ja, vorige keer zei dat ik op een reis zou gaan. Nou, ik ben terug. Ja, ik ben terug. Hallo, ik ben er weer. Ja. We hebben heel veel mooie dingen gezien. Goede contacten gelegd. Dus de komende tijd, we hebben het over maanden, maar ook jaren misschien, komen er een aantal zeer mooie dingetjes aan. Die je nergens anders vindt, alleen bij Dino Magic Shop. Tot zover update nummer 110. Ja. Wij gaan alles opruimen. En dan gaan we jullie pakketten inpakken. Als zij krijgen we mooie telefoontjes dat we pakketten niet aankomen. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi. Doei. Hoi. We'll be right back.